alle biotopen die ik bezocht, vond ik geen vreemdsoortige volk dan de festivalbewoner Jonge Harten. Een vreemde stam met exotische uiterlijke kenmerken, rituelen en gebruiken. Ik ga de homo theatricus opzoeken, doormeten en ontleden. Op safari tijdens Jonge Harten. Een cultureel geografe, Marije Tempel. Wat is nou eigenlijk precies culturele geografie? Bij culturele geografie kijken we hoe plaatsen mensen beïnvloeden en hoe mensen plaatsen beïnvloeden. Dus, want zoals ik vandaag Milan heb verteld, je kan een plek zien als een space, maar een space wordt pas een place als mensen er betekenis aan geven. Dus ja, daar kijken wij vooral naar. En hoe dat die wisselwerking tussen plek en mens in zijn gang gaat. Dus hoe zijn jullie verder te werk gegaan? Hebben jullie alleen maar geobserveerd? Nou, een van de dingen die ik het interessant vond was het idee dat er inderdaad een afstand bestaat tussen acteurs en makers en toeschouwers. En die afstand wordt heel vaak in stand gehouden. Dat is natuurlijk ook de illusie van het theater. Je maakt heel duidelijk al een scheiding tussen de theatermensen en het publiek. En dat lijkt mij altijd leuk om eens een keer te zien, juist als publiek zijnde van, oh, wat gaat er allemaal, wat gaat er aan toe backstage? Stel je voor dat gewoon een glazen wal, een glazen muur was waar je doorheen kan kijken en dat je al die chaos en van het echte theater maken ook meekrijgt. En we hebben jou hier natuurlijk naartoe gestuurd met een bepaald perspectief en waarschijnlijk had je ook bepaalde verwachtingen. En hoe waren die verwachtingen en hoe zijn die nu op de bank, zeg maar? Dat is wel heel leuk dat je dat vraagt, want we hadden dus eerst al zo'n hele discussie gehad in het pakhuis tijdens het eten. En om het daarna terug te zien in de voorstellingen, bijvoorbeeld hadden we het over hoe je nou zo'n voorstelling context afhankelijk kunt maken. Dus dat mensen niet denken van, oh, maar ik kan die voorstelling ook gewoon op de tv zien op de bank. Nee, dat had ik toen al zo'n idee van, nee, je geografie is belangrijk, plek is belangrijk. En bij de eerste voorstelling gingen de acteurs, die gingen barbecuen. En die worstengeur, die werd steeds sterker en de muziek werd steeds harder. En ja, dat maak je gewoon niet mee als je thuis op de bank zit. En daar hebben we het ook over gehad trouwens, dat, omdat ik dan zocht, waar blijft de geografie in het verhaal? Dat het soms belangrijk is om ook in de theaterwereld te kijken van waar ga ik mijn voorstelling houden. En vooral met zo'n festival, welke doelgroep heeft er meer geld en tijd voor over om te reizen en welke doelgroep niet. Dus waar kunnen we het beste plaatsen? Kunnen we misschien beter een voorstelling geven waar we sowieso veel studenten zouden vinden, omdat die dan niet meer te hoeven te overtuigen om een kilo, een kwartier te gaan fietsen. En dat zag je nu ook wel, dat er wel een heel gemixt publiek was. En ik denk dat dat mede te danken is aan het feit dat het hier zo in het centrum is. En dat het toch voor iedereen een mogelijkheid biedt om de voorstelling te zien. Want heb jij een beeld van de typische festivalbewoner? Ja, heb je het dan over Jonge Harten festivalbewoner? Ja, specifiek dit festival, onze biotoop. Ja, ik Ik praat ook kijk nog even rond, want ze staan hier allemaal achter de camera. Ik zou zeggen dat het wel een heel gewillig publiek is. Dus bij de voorstellingen die we ook hebben gezien, iedereen die is bereid om daar te kijken. En je ziet een heel gemixt publiek. Je ziet oud, maar ook heel veel jonge mensen. Dat valt me ook op. En we zagen ook meteen, er zitten ook allemaal acteurs gewoon in het publiek weer, die je dan bij je vorige voorstelling hebt gezien. Die zijn gewoon ook heel benieuwd naar hun collega's. En die zie je dan gewoon weer terug opeens in het publiek, wat ook weer een hele leuke wisselwerking geeft natuurlijk. Nou, ontzettend bedankt. Ik denk dat we heel veel hebben geleerd en dat we dat hopelijk nog verder gaan gebruiken. En morgen is er weer een andere expert. En dan zijn we weer om 11:00 in het lab om die te ondervragen. Dat is een econoom. Dat is weer een hele andere invalshoek. Dankjewel. Dankjewel.